De communicatiedienst Suriname, CDS, heeft als informatieinstituut van de overheid vandaag een officiële kennismaking gehad met de vrije pers. Diverse mediahuizen waren uitgenodigd om hun zienswijze te delen met voorlichtingsmedewerkers van de verschillende ministeries. Elvin Roosveld, coördinator van de communicatieunit van de president, zegt dat de CDS er alles aan doet een goede samenwerking te hebben met de vrije pers. Volgens hem is het streven van dit orgaan een vlotte communicatielijn te hebben naar de gemeenschap toe. Waarvoor we willen zorgen is dat we een nulpunt maken, een vertrekpunt van waaruit wij zeggen, hey, dit is de communicatie nu. Een heleboel mensen hebben commentaar op over de communicatie. De communicatie is zelfs weggezet als de Achilles van deze regering. En daarin zegt de communicatiedienst, dan gaan we het boetekleed aandoen en dan gaan we vragen aan de pers, wat moeten wij beter doen? Omdat je alleen maar kan groeien wanneer je in conclaaf bent. En als je de kritieken naast je hoort en je doet er niets mee, dan maakt dat je niet sterker. Dus hebben wij gemeend, from the horse's mouth, van de kanalen die ervoor moeten zorgen dat de media voorzien wordt, maar dat ook gewoon de data bij de persoon komt, om in conclaaf te gaan met elkaar en te zeggen, zo is hoe we ons naar elkaar toe willen opstellen, zodat er een vlotte communicatielijn is vanuit de overheid, vanuit de regering, naar de pers toe. Roosveld zegt verder dat deze activiteit vaker zal worden gehouden. Hij is dik tevreden over het verloop van de eerste officiële ontmoeting met de vrije pers. Het geeft in elk geval een goed gevoel, toch? Wanneer je weet dat je vanuit de achterstand start, dan weet je dat je moet werken. En ik denk dat het gevoel er nu al is van, hey, je deed iets, het kan beter. Nu luister je naar de mensen die eromheen staan en zeggen het kan beter. Je neemt dat mee en then you have to do better. Ik ben Lucina Pengel en ik ben van CDS, Communicatiedienst Suriname. Wat vindt u van dit initiatief? Nou, heel goed. Heel goed natuurlijk. We kunnen de mensen informeren en ze kunnen eigen mening geven. Ik vind het een goed initiatief dat ze willen weten wat eigenlijk van de pers wordt verwacht en wat van hun wordt verwacht. En eventueel om die samenwerking te verbeteren of eigenlijk waar het niet goed gaat, dat ook eventueel aan te pakken. Mijn naam is Ferdinand Louis, ik ben namens Culturo.com. Het is een persbureau vanuit Rotterdam, Nederland. Wat vindt u van dit initiatief? Het is prima. Prima, het is een soort van meet the people. Dit is een organisatie die gaat samenwerken met de pers, dus ik sta er goed voor. Het is goed, denk ik, om even te kijken wat elkaars verwachtingen zijn. Ja, dat is een goed initiatief. Ja. Heeft het beantwoord naar uw verwachtingen? Nog niet, we zijn nog maar net begonnen, dus ik keek nog even aan. Enkele journalisten en voorlichtingsmedewerkers die vandaag aanwezig waren op de officiële kennismaking van de communicatiedienst Suriname. U zag daarvoor ook coördinator Elvin Roosveld. De ontmoeting wordt binnenkort geëvalueerd, waarna de CDS vervolgactiviteiten voor de vrije pers zal organiseren.